Nou, het is echt een plaatje geworden. Het is echt heel mooi geworden. Het metselwerk ziet er prima uit. En ja, voor de doorvaart van de boten is heel veel rekening gehouden. De al bijna 200 jaar oude tolhuissluis is vooral voor buurtbewoner Rob Uitenwaal erg belangrijk. Hij kijkt er al zijn hele leven op uit. Ja, je roots. Waar kom je vandaan? Ik ben hier geboren en ik woon hier nu 65 jaar. Dus die sluis, ja, wat betekent die voor je? Hij was er altijd. En dat is net als thuiskomen. Mijn vader is 45 jaar sluiswachter hier bij deze sluis geweest. En die heeft dus alles mogelijk gemaakt wat ik nu bereikt heb. Hij heeft die door de sluis kunnen doen. 5 jaar heeft de restauratie van de sluis geduurd. Beeldendammers zijn erg blij met het resultaat, maar er is ook kritiek. Ja, er zijn beperkingen op het gebied van de breedte. Zoals je hier ziet is het veel smaller geworden. Het is, hier middenin stonden geen hekwerken en er staan nu wel hekwerken. En vorige week was er een mevrouw met een scootmobiel. En die moest gewoon weer teruggaan, want ze zat helemaal knel hier op dit gangetje. De projectleider zegt in een reactie dat de overgang niet meer zal worden verbreed, omdat de sluis primair bedoeld is voor boten. Hoe dan ook, na jaren is de sluis weer in gebruik en dat maakt bij Rob Uitenwaal warme gevoelens los. Je was altijd buiten, je speelde hier, Het was gewoon een hele gelukkige leven heb ik hier gehad.